Goeiedag, mijn naam is Feiko Westra en dit is de 6e aflevering van de Westra's. Dit is Burgum, liggend aan het Prinses Margrietkanaal en het Burgumermar. En het thuis van meubelfabriek Westra. In deze YouTube-serie laten we u achter de schermen kijken bij meubelfabriek Westra door de ogen van het personeel. In de vorige aflevering hebben we een tafel van de brandweer in de brand gestoken en in deze aflevering maken we een unieke swuttafel geïnspireerd op de zijzwaarden van Friese schepen. En nemen we jullie mee op een reis door geschiedenis, cultuur en familie en over het water om het verhaal achter deze tafel te vertellen. En we beginnen zoals altijd bij Jeffrey, die aan de slag gaat met het voorbereiden van het hout van deze unieke tafel. Jeffrey heeft de balken nu geschaafd en die heeft ze doorgegeven aan meubelmaker Robbie. En die gaat er een heel mooi zijzwaard van maken. Nou, en waar kunnen we veel te weten komen over zijzwaarden? Dat is in het Scootsie Museum van Jenne Ward. Goeiedag. Hey, daar gewoon de tiertijd van hoor. Ja, nee, dat mag je niet nemen, hè? De commercie weet het altijd van de cultuur, maar het is fout, hè? Daar werk je wij nou, hoor. Daar werk je nou, ja. Er zitten een grote museums, die ben ik wel afstandelijk. En het is alleen keurig en het is alleen prachtig. Ja. En het glimt en het doet. Ja. Maar elk maakt er alleen maar een shame. Ja. En wat wij hier doen is om te beginnen verhalen vertellen. Want zonder mooi verhaal is het een held net, of nog meer een held. De meeste mag ik gewoon aankomen en ze mag ik gewoon lien. Ja. En ze mag ik alle dingen bezighouden. En je kent de dingen met roeken. En we hebben hier altijd de smid op het werk. Nou, de roeken direct lekker een smid. En dat hard was, hè? Ja. Dan komen ze eigenlijk gewoon dus in die tier. Ja, dan komen ze in die tier. Ja. Wij leven hier van vrijwilligers. Ja. Het museum is in het bezit van de vrijwilligers, want we zijn als vrijwilligers in een stichting. Oké. Okay. We hebben dus net de baas, we hebben zelf baas. We hebben niet eigen wie en eigen zin in dat stichting. Die sfeer, die zit hier heel bordig yes. Onder ons vrijwilligers. Al die oude schaafjes, hè? Ja. Want het schip van Gele, dat is de visser. Oké. En dit is het schip van je oude familie, dat is die. Ja. En deze beiden, dat zijn dezelfde schip. Zeg wel verschil, hè? Hij is langer maken. Vanuit weer het water. Ja, het zijn net volle scootsjes, wedstrijdscootsjes, zeg maar wedstrijdscootsjes, die dan de eieren waar de snelle lengte hebben, die binnen super net. Ja. Vroeger werd het de mast, die voelt windskip, dan maar eens ja. Maar vroeger zie je 80 meter meer op zeil op. En hier zit 180 meter meer op zeil. Als u nieuwsgierig bent geworden en nog meer wilt weten, dan kunnen we u van harte aanraden om zelf een keer een kijkje te nemen in het museum. Of houd ons YouTube kanaal in de gaten, waar we in de toekomst nog wel meer beelden gaan plaatsen van het Scootsie Museum. Voor meer informatie over het Scootsie Museum kunt u kijken op www.scootsiemuseum.frl. Friesland, Wetterland, ja. Scootsjes, Skoukens, neem maar op. Nou ja, die hadden dus wel zoveel van Friesland betreurd. Dat elk dorpje hier op een gegeven moment een kanaaltje of een veert die het eindigt in het dorpskern, ja. Zeg maar. Dit is eigenlijk echt iets typisch Friesk, zo'n zwart.
hier is het al je bij begonnen gezegd, maar hier is mijn baby vooruitgaan. Nou, vandaag zijn we in het plekje Genem. Genem zeggen ze in het Nederlands. En mijn moeder die is hier geboren en getogen tot haar 20ste ongeveer. En hier achter ons daar hebben we de Genemer Veert. De Genemer Veert. En daar lag het schoetsje van mijn opa Doerde. Doerde Hofman. En daar gaan we straks even naartoe. En we gaan nu eerst even naar het... Naar zijn graf, zeg maar, daar willen we even kijken. Daar wil mijn moeder ook even zien. En, dus daar vertellen we straks even wat meer. En dan gaat mijn moeder ook even wat vertellen. Wat zij zich nog herinnert aan Baken Doerde. Doerde Pieter. Ja, dat is ik zo. Ja. Mijn broer die heet ook Doerde Pieter. Dus dat is wel grappig dat Baken en Oerpaken hier zal leven, zeg maar. En terwijl Feiko en Doerde Pieter samen met hun moeder naar de Genemer Veert lopen, laat ik u even zien hoe Jeroen en ik de balken van het blad in elkaar lijmen. Wanneer de boel goed aan elkaar geplakt is, neem ik hem mee naar de breedbandschuurmachine waar het blad naar 4 cm dik wordt geschuurd. Na het schuren kan de vorm van het blad uitgezaagd worden. Dit blad is 2,20 meter bij 1,10 meter, maar uiteraard kunnen deze tafels in ieder gewenst formaat worden gemaakt. En dan is het tijd voor wat ik persoonlijk een van de leukste onderdelen vind, en dat is het maken van alle details die deze tafel echt uniek maken. Even een laatste check en als ik tevreden ben, kan het blad in de olie. Terug in Genem lopen Feiko en Doerde Pieter met hun moeder naar de Genemer Veert, waar hun moeder meer dan 60 jaar geleden nog op de trouwe hulp stond. Het scootje van haar vader en grootvader. Dus hier wie dat, mem? Ja.
En dan gaan we verder. Waar laai je het scootje dan? Daar op het scootje lijn daar, dat die... Dat brede gedeelte? Nee, dat die heen moet zwemmen. Hier? Ja. Ja. En ik kan me nog herinneren dat... Dat ze eerst dan lutsen soms de boor, het schip hier heen met touwen, dat keek me nog. En toen later had ze een opdrukker gekocht en dan kon ze hem hier zo heen drukken. En die koe achter de boot en voor de boot. En zo kon ze dan weer naar de Ierta. Ze varen dan terug Grins en Drenthe en, nou, en Friesland dan. En dan op het eind van de week dan kwamen ze weer aan en dan... In het weekend weer thuis en de maand is dan begint weer voort. En wat vervierden ze vooral? Turskipper wint. Pieter Hofman, Turskipper neemt ze hem altijd. Ja. Het is eigenlijk ongelooflijk dat hier al je gebeurd is vroeger. Ja. En dat ik oerpaken, hè, paken Pieter Hofman. Ja, want paken had ik mijn jontje 100 jontje gekocht. Jontje. Ja. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik heb het roefken af van binnen. Met squashy mantels in mijn daar een klakje en het twee kopende vaasjes ernaast. En die stier nog bij mijn broer, mijn overleden broer in de hoes. Het grappige is, dus wij wisten altijd wel het paken met mijn boord neer, maar nooit dus echt met een scootsie. Dat is wel gekke dat. Ja. En dat scootsie dus nog gewoon echt broek wordt, dat gaan we uitvoeren, ja. Op internet. Hè? Trouwe hulp. Goeie. Terwijl ik dit aan het bewerken ben, vindt Feiko iets heel interessants, eigenlijk per toeval, wat precies past bij waar we het hier over hebben. Dus ik laat het woord even aan Feiko. Ik heb net getelefoneerd met de eigenaar van deze website, want ik was druk aan het scrollen en de trouwe hulp aan het intypen op Google. Kom ik hier allemaal foto's van trouwe hulp tegen. En het is wel gek, hoe langer we met dit onderwerp, met de scootjes en weet ik veel wat bezig zijn, hoe meer atter moet je deze kijken. Dit is toch niet te geloven? Ja, ik mocht deze foto's dus even lenen, en zodat ik deze ook kan laten zien, zeg maar. Maar dit is prachtig. Tjonge, jongen. Ja. Het rijnt, wie horen er mee op? Het is koud. Ja, ik heb dus zo'n zwettafel bedacht. En die verkopen we dus nu en die maken we dus in eigen fabriek. En dat je dan je eigen opa en oma hier achter in die Guinness Veer, dat die daar dus ook echt met een scootsie dus vaarden. Dan denk ik, ja, zo'n opa had eens moeten weten, hè, hoe uniek het uiteindelijk is. En ja, dat er dan ook een stukje lading, extra lading aankomt aan dit geval. Dus in principe, ja, iets wat vroeger heel zwaar was, dat is dus nu eigenlijk gewoon luxe geworden. Door middel van dat ze dus, ja, zeilen en dat soort dingen mee doen, hè, wedstrijden. En ja, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder dat het echte Friesk, dat ja, terugkomt in je woonkamer dan op die manier. Dus een stukje nuchtere romantiek inderdaad, ja. Bijzondere bezwaring. Je kunt op achtergrond het scootje van Jestermar. De familie Veenstra die al eerder bij u een hele mooie kostkocht had, die hoe extra zwart tafel had. En toen kwam Veenstra zelf met een idee dat dus het scootje van Jestermar, dat die bij hem voor de deur leidt. Nou, ik denk, ja, 1 en 1 is niet 2, maar 11. Ja, wat is er nou unieker? He, om in deze tijd een soort saamhorigheid te hebben, bijvoorbeeld met de man van het scootsie van Jestermar, met de klant, met mezelf en de jongens ook, he, van de fabriek die ik hier binnen. En ik denk mezelf, ja, wat gaan wij het eigenlijk mooi en wat is dit eigenlijk uniek, dat wij dus uw tafel, het sluttafel, ja, jullie bezwaring kunnen met het scootsie van Jestermar naar Jestermar dan.
Wat zei je? Ik ben Gerald Adema, schipper van het Scootje van Jesse Maat. En ja, het klinkt heel wat kepper, maar ja, de Martijn uiteindelijk sturen. En de rest doen we met dit geweldige ploeg uit Jesse Maat. En het schip van het Zoon helemaal opbouwd, weer een wennenark. Ja, dan zullen we er weer mee. Fusioneer, net onverdienstelijk. Maar het mooie is vooral dat we een soort stiepen krijgen vanuit het Dwarbij, donateurs, sponsors. Maar ik voor de belangstellende en gewoon mensen die het scootje een warm pad te dragen. Ja, dat is gewoon prachtig om te doen. Zeker met die schepen, ik ben 100 jaar oud. En weinig meter en als je was te gaan op een marbe en dan komt er iets meer wien. Dan gaat er gewoon een massa door het water. En dat, ja, dat is gewoon geweldig. Ondanks dat het daar eind en gewoon prachtige duiven. Het is mooi dat het goed heeft gedaan kunnen. Dat het die artiest kan, hè? En dat werd wel een beetje romantiseerd zelf, hè? Dat weet ik gewoon, hè? De vaker van een vrouw, nou, die is geboren op Scootje, die had er, moest er breder op zee, maar we moeten er eigenlijk nooit toe hebben, dat ik gewoon kleren jaar moet. Ja, dat is nou heel los. Dat is nou gewoon willen werken. Ja, dan krijg je met veel hebben, dat kan ik echt ook aan, omdat ze het flat nog moeten om... Ja, toen ging je in vragen, hè? Nee, precies. Dat weet ik eigenlijk niet, want daar... Als je nagaat dat je de wind door de haren krijgt en op zo'n scootsje zit en het miezerde een beetje. Het was echt, ja, zoals vroeger eigenlijk wel een beetje, dat we die tafel naar Jeste Maat toe hebben bezorgd. En het verhaal van Gerald Tadema, skipper, ja, wat een belevenis. We zijn deze week trouwens gebeld door Reitse Skootstra. Wie is Reitse? Nou, Reitse, dat is de huidige eigenaar van de Trouwe Hulp. En de Trouwe Hulp, dat is de boot geweest van mijn paken, van mijn oerpaken Pieter, waar we eerder in het filmpje al over hebben gehad. En daar wil ik eigenlijk mijn moeder even mee verrassen, dat hij na 60 jaar terugkomt op de Trouwe Hulp. En Reitse vond dat ook een heel leuk idee. En ik denk, ja, dit is toch wel een hele belevenis voor mijn moeder. Mijn moeder is nu 72 jaar, dus daar gaan we haar even mee verrassen nu. Want ik ben ook al de mastersplaat en ja. Weet je, het ziet er niet al te cijferig uit. Ik heb ook niks uit. Even aanraken is mij al wel vind ik heel erg. Ja. Nou, moeten we even kijken. Nou, welkom. Ja, doen we. Leuk. Hoe lang is het dan, Lindam? Dit skip? Bij onderrijdtje? Fjouweren 60 hier. Jongen, jongen, jongen. Lukt dit? Het krijgt niet over alles. No. Ervaring, hè? Dit, mijn moeder die na 60 jaar dat ze dan even weer op zo'n schip staat, dat heeft gewoon wat. Als je dan ziet dat hier gewoon ligt. Nooit geweten eerder, echt niet. Bijzonder. Nou, er werd wel over gesproken al, van nou, paken die waren nog veel op water met de boten en genen en dit en dat. En, maar er werd daar nooit over een scootsie gepraat. Nee. Nou ja, dan sta je hier. Ja, op een stukje erfgoed. Ja, het zijzwaard, hè? He? Het zijzwaard van de Trouwe Hulp. Het zal niet meer de zijzwaard van vroeger zijn, denk ik, van mijn paken, maar... Ja, dat klopt. Nou, als je dit is de... Je weet de turven en de kool dat ze laten dienen, dus dat, ja, dat is, kijk je dat, nee. Dit is heel los. Ja. Ja. Jongen, dit is nog groot. Ja, ik vind echt bang. Ja. Ja. We hebben hier nog één. Dit is het kleine roefje van toen, van dat, ja, dan denk ik dat dan in die hoek.
dat plantje met die, dat klokje en die, ik denk in die hoek. Want die herinnering heb ik zo in mijn tafeltje. Ja, was het er klein niet? Ja. Maar ik weet niet meer waar ze sliep. Ik heb wel eens gehoord hier en dat dit wat open was, geloof ik. Die ben je nog druk aan het klussen. Ja, vloog wel. Ja, hier zie je eigenlijk wat ze ertussen hebben gezet. Hè. Ja, zou ze wel gek, hè, Paken Pieter en Jan Paken. Dat je best is in je hakje. Ja. Ga, dit is wel mooi, schat, hè? Ja, ik wil je nog even foto. Ja, dan ga ik er even koffie zetten. Terug om van waarom koop je een scootje? Waarom ging ik op een boerderij werken? Waarom ging ik in theater werken? Ja. Nou ja, ik denk dat als je iets doet vanuit een soort wil dat het geheel mooier wordt, of dat je iets in, dat je zo'n zwaar tafel maakt en dat je zegt van dit moet gewoon iets prachtigs worden. Ja. Dat je, en dan ben je bijna met een soort zielsmissie bezig. En mensen herkennen dat. Ja. En als je iemand tegenkomt die met zijn zielsmissie bezig is, wil je ook altijd helpen. Ja. Hoeveel hulp ik niet gehad heb. En dan doe je het niet meer voor jezelf of zo, maar dan doe ik het voor het schip. En wat ik hoop, wie ik ook aan boord heb, ze gaan de natuur in. Ja. En wat voor ideeën ze dan ook krijgen, die zijn altijd goed. Ja, ik vind het wel leuk. Voor jou is het normaal, maar voor ons, ja. Ja, vond je het mooi? Ja. Bijzonder, hè, dat je dat naar mij meidt. Fantastisch, ja, wat mooi. En nu wij aankomen in Jestermar, komt dit deel van onze reis zo langzamerhand ook ten einde. Toen wij hadden besloten om een zijzwaar te maken, eigenlijk als eerbetoon aan onze Friese cultuur en identiteit, hadden we niet een seconde verwacht dat er daardoor zoveel indrukwekkends op ons pad zou komen. Maar zoals Reitse Schootstra, de huidige eigenaar van Betrouwhulp, ons ook al vertelde, wanneer de intentie oprecht is, is alles wat daaruit ontstaat goed. We hebben veel meer geleerd over cultuur en geschiedenis en zijn daardoor nog trotsere Friezen geworden. Wij zijn trots op wie we zijn, waar we vandaan komen en wat we maken. Een wetterige bezwarring. Zoek een hielkje wel. Nou, nu zijn we alweer aan het einde gekomen van deze unieke film. En bent u nou geïnspireerd geraakt door deze film om ook zo'n uniek zwaartafel in huis te willen hebben? Hij staat in de showroom en wij vertellen u graag veel meer over deze unieke tafel. En in het bijzonder wil ik eigenlijk ook graag iedereen bedanken die hier aan mee hebt gewerkt. Onder andere het Scootsie Museum en de vrijwilligers daarvan. Onder andere Reitse Schootstra. Reitse Schootstra is de eigenaar van de trouwe hulp van mijn opa. En niet te vergeten de bemanning van het scootsje van Jestermar. En misschien ben ik dan mensen vergeten, bij deze hartstikke bedankt. Want ja, wij zijn als team hartstikke trots op deze unieke video. En we hopen dat u ook genoten heeft. En ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren en te liken op ons YouTube kanaal. En ik zou zeggen, hou ons in de gaten, want er komt nog veel moois.